gaan de paarden de laatste 500 meter in. En de leider is nog altijd Fortunata. Fortunata, Jack Baldwin. Daarachter Ida Swageman. Binnendoor is het Downtown Susie. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. De halve lengte voorsprong voor Fortunata op Jack Baldwin, die steeds dichterbij komt. Ook steeds dichter bij een normale klassering, want daar was hij al heel lang naar op zoek. Aan de buitenkant komt Downtown Susie. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. De witte bles van Jack Baldwin meldt zich aan de buitenkant. Fortunata aan de relingzijde springt weg. Schakelt 4. Jack Baldwin leidt, maar daar komt aan de buitenkant ook nog Downtown Susie. Downtown Susie komt dichtbij. Jack Baldwin of Downtown Susie? Op weg naar de streep is het met een neusje Jack Baldwin voor Downtown Susie. Invincible Volo, die wordt derde. Ik zal het officieel, dames en heren, geef hem straks een heel hard applaus. Want met deze winnen, dan moet je echt iets in de vingers hebben. Hij kan het. Micha Brouwer wint met Jack Baldwin in 1-18-4. Het moeilijkste project van stal. En dan lopen we nog eventjes zo naar Micha Brouwer. Want die weet deze Jack Baldwin toch tot zegen te krijgen. Overigens, zei Peter Delis zelf wel, ik had het toch niet helemaal verwacht. Hij had iets meer verwachtingen van Fortunata. En Jack Baldwin maakt het af. En dat is mede te danken aan Micha Brouwer. Want Micha, het lukte de laatste parkeren met Jack Baldwin niet, maar vandaag ging het goed. Je kon keurig inparkeren eigenlijk achter Fortunato. Ja, als ik hem maar goed van start krijg, dan is hij meestal wat paniekerig. Ik denk, zet hem vroeg op de auto, of ik er ook niet aan te hangen. Mm-hmm. En ik moest hem even vasthouden, maar dat ging goed. Hij maakt het super af. Nou ja, het kwam op de finish. Leek het allemaal nog bijzonder close. Ja, Dante Susi is ook hier natuurlijk een baanspecialist. Dus dat is ook niet de minste hier zo. Dus hij heeft goed zijn best gedaan. We zijn ervoor gebleven. Eerst gaan we nog een groot applaus laten horen voor Micha Brouwer en Jack Baldwin. De eerste zegen voor Jack Baldwin. Zij winnen dus de Jan de Milmanprijs. Versneld. 50 meter nog. Start is gevallen. Goede start aan de relingzijde van Jack Baldwin. Maar dan moet je altijd je hart vasthouden. Daar gaat hij al bijna van de benen. Maar Micha houdt hem op de been. Leiding wordt genomen door Fortunata. Fortunata, buitenkant Downtown Susie. Dan Jack Baldwin. Eens kijken of hij die eerste bocht gaat halen. Dat zou een hele prestatie zijn. Dan Ida Swageman. Daarachter volgt aan de relingzijde Niels Jongejans. Niels Jongejans die binnendoor gestuurd met zijn... Celia de chef. Zo gaan de paarden de bocht door. En er liggen twee paarden van Krebas vooraan. Dat gebeurt wel vaker in Groningen. Het is Dennis Minnema die leidt met Fortunata. En daarachter de grillige, maar zeker niet minder snelle Jack Baldwin. Die ligt op plaats 2. Dan valt er een klein gaatje naar Ida Baldwin. Die ligt derde. Vierde is Downtown Susie. Vijfde plaats Celia de chef. Zesde pas de favoriet Invincible Volo. En daarachter volgt dan nog Axtuter. Tempo vooraan gaat er wat uit, dan zullen die gaten in het peloton ook gaan verdwijnen. En de leider is nog altijd dezelfde, dat is Fortunata. Fortunata, Jack Baldwin. Belangrijkste is dat hij vandaag foutloos rondgaat. Voorlopig doet hij dat. Daarachter ligt Ida Swageman en daarachter volgt Downtown Susie. Die wordt gevolgd door Cedia Duchef, dan Invincible Volo. En ook aan de relingzijde, alle paarden aan de relingzijde, Axtuter. Zo gaan de paarden de bocht door. En de eerste die van de reling afgaat is het paard dat laatste ligt, Axtuter. En die gaat op weg naar voren, maar de deelnemer voor hem denkt dat kunnen wij ook. Invincible Volo gaat nu ook naar buiten. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Ze de finish passeren nog één ronde te gaan. Er is wat beweging in het tweede spoor, maar echt vooraan zijn ze nog lang niet. Leider is nog altijd Fortunata, die wordt gevolgd door Jack Baldwin. Dan Ida Swageman, dan Downtown Susie, dan het eerste paard aan de buitenkant Invincible Volo. Daarachter aan de relingzijde volgt Cedia de Chef en dan Axtuter. Zo gaan de paarden voor de tribune langs. We hebben nog één ronde te gaan. En de favoriet op plek 4 in het tweede spoor. En we zijn in de laatste kilometer. Fortunata leidt. Fortunata, Jack Baldwin. Nu gaat Axtuter door het derde spoor naar voren. Laatste keer in dienstlaken leek hij te gaan winnen. Sprong hij in gewonnen positie weg. En er wordt vandaag wat offensiever gereden van achteraf. Maar voorlopig komt hij nog niet echt vooraan. Hij blijft nog even achterin hangen. En zo gaan de paarden, terwijl het tempo vooraan omhoog gaat, gaan de rechte lijn overzijde in. Daar komt de aanval aan de buitenkant van Jack Baldwin. Die gaat naar het tweede spoor. Maar echt aanvallen doet hij nog niet. Hij legt zich naast Fortunata.
De aanvallen doet wel Ida Zwageman. Die gaat Driedik nu in de aanval op Jack Baldwin. Zo zijn we in 3 sporen onderweg op weg naar de laatste bocht. Relingzijde Fortunata. Jack Baldwin op plek 2. Derde aan de buitenkant is Ida Zwageman. Daarachter in de wachtkamer ligt Downtown Susie. En Invincible Volo gaat binnendoor naar voren. Zo gaan de paarden de laatste 500 meter in. En de leider is nog altijd Fortunata. Fortunata, Jack Baldwin. Daarachter Ida Zwageman. Binnendoor is het Downtown Susie. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. De halve lengte voorsprong voor Fortunata op Jack Baldwin. Die steeds dichterbij komt. Ook steeds dichter bij een normale klassering. Want daar was hij al heel lang naar op zoek. Aan de buitenkant komt Downtown Susie. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. De witte bles van Jack Baldwin meldt zich aan de buitenkant. Fortunata aan de relingzijde springt weg. Schakelt 4. Jack Baldwin leidt, maar daar komt aan de buitenkant ook nog Downtown Susie. Downtown Susie komt dichtbij. Jack Baldwin of Downtown Susie? Op weg naar de streep is het! Met een neusje Jack Baldwin voor Downtown Susie. Invincible Volo, die wordt derde.